De wakkaipompen in Nikeri zijn al 10 jaren niet onderhouden, waardoor ze niet kunnen voorzien in de behoeften van de boeren. Dat zegt August Lila, directeur van het overliggend waterschap OWMCP. De pompen moeten de rijstboeren in Nikeri op tijd voorzien van zoet water. Lila zegt dat er met man en macht wordt gewerkt om de pompen draaiende te houden voor het najaarseizoen. En de problemen die hebben te maken met overmatige lekkage, diesellekkages, zowel smeerolielekkages. En we zien dat bij de in bedrijfstellen dat de problemen, de lekkages, toenemen. Dus dat is voor ons een signaal dat er wat gedetailleerder onderzoek aan die pompen moet plaatsvinden. En die signalen, die rapportage, hebben we ook doen toekomen aan onze superieuren. Dus de vraag is of het nou goed gaat met de wakkaipompen. Natuurlijk hebben we onze technische medewerkers die alles in het werk stellen om de pompen draaiende te houden. Vanaf die tijd, februari, is het ministerie bezig om financiering te zoeken om die grote onderhouds- en revisiebeurt aan de pompen te doen. Echter moeten we constateren dat er tot op dit moment die pogingen nog niet gelukt zijn. Er zijn in totaal 4 pompen op het wakkaipompstation. Daarvan werkt 1 pomp helemaal niet. Het gebied dat Wakkai voorziet van water ligt tussen de Nikeri-rivier en de Quarantaine-rivier. Het gaat om zo'n 30.000 hectares. Zo'n 1500 rijstboeren. En die gaan we alles inzetten om de waterleverantie zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat was de directeur van OWMCP, August Lila. De wakkaipompen in Nikeri zijn slecht onderhouden, waardoor het een uitdaging is om de rijstboeren te voorzien van genoeg water voor het najaarseizoen.